Yo, kijk voor Game met Max, welkom bij weer een nieuwe Mindtopia video. Mensen, vandaag zijn we op Mindtopia. Mensen, vandaag een super toffe video. In ieder geval, druk op die like. We gaan vandaag wat grappigs doen. Vandaag in de video ook de giveaway-uitslag. Dus ja, we hebben heel wat doen vandaag. Want ja, de giveaway-uitslag. En we gaan, zoals jullie in de titel zien, de rijkste speler van Mindtopia gaan we trollen. En wie is die rijkste speler van Mindtopia? Dat weten we allemaal. Dat is natuurlijk Jevenvidia. YouTube, oftewel, hij heeft ook een YouTube kanaal. Ik zal hem wel even reclame maken voor zijn YouTube kanaal, aangezien we hem ook zwaar gaan trollen. Zijn YouTube kanaal is Mindtopia Place. En hij verdient wel een beetje reclame, aangezien we hem keihard gaan trollen vandaag. En dat denk ik niet blij mee zijn. Maar ik dacht, het is echt leuk voor een video een keertje. Dus ja, helaas Janneke. Maar je hebt in ieder geval een shout-out. In ieder geval wat we gaan doen. We staan hier bij zijn huis en ik sta op een plot, zoals je kan zien. Want hij heeft me een keer al een plot gezet. Om wat dingen te gaan bekijken. Kijk, daarom, ik sta op plot. Maar wat ik dus ga doen, ik ga het even laten zien. Hij heeft hier overal kleding hangen, weet ik wat dan. Maar ik zal het even laten zien. Hier heeft hij kleding hangen. Hier heeft hij kleding hangen. En heeft hij allemaal bordjes bij staan, wat het allemaal is. Nou, kijk, hier heeft hij kleding hangen. Hier heeft hij kleding hangen. En dan heeft hij onder, of boven staat er nog meer. Ja, hier heeft hij kleding hangen. Allemaal complete setjes. En dan heeft hij onder een hele kelder vol met ook nog allemaal complete setjes. En dan dacht ik, wat is leuk om te doen? Laat ik alles gaan verwisselen. Dus ik ga gewoon alles gaan door elkaar doen. Ik denk dat hij wel boos gaat worden, maar ja. Dus ik vind het wel grappig. Kijk, dus wat we gaan doen, we hangen bijvoorbeeld deze hangen we hier neer en die hangen we hier neer. En dat gaan we dus door het hele huis doen. Dus hij krijgt dat werk. Misschien help ik hem wel een beetje mee als hij terug gaat hangen. Maar ik ga natuurlijk niks zeggen voordat deze video online staat. Ik neem deze video op vlak voordat hij online staat. Dus waarschijnlijk als hij inlogt, dan heeft hij de video al gezien. Hij ziet waarschijnlijk eerst de video checkt. Ik stuur hem wel op Skype of zo daarom, zodat hij het meteen ziet en dan nog niet is ingelogd. Dus wat we gaan doen, we gaan dit allemaal verhangen. Dus let's go, laten we gewoon beginnen met een beetje wel random zo bij elkaar zo vandaan hangen. Kijk, zo een beetje die chestplate zo verhangen. Dan doen we deze hier en dan doen we deze hier. Ik vind het nu al echt grappig. Hij gaat echt boos worden. Maar ja, dus we moeten een keer echt een goede troll doen. Want jullie weten, we hadden hem al een keertje voor de troll vermoord. En toen vond hij het wel leuk, aangezien hij wat reclame kreeg van zijn YouTube kanaal. Dus ik denk dat hij deze keer ook kan waarderen als jullie allemaal op hem abonneren. Ik zal hem wel in de beschrijving zetten. Dan zal hij nog wat blij zijn in plaats van boos op mij. Dus zijn link zal wel in de beschrijving staan. Nou, we gaan even kijken. Wat gaan we nu doen? Een helmpje? Nee, chestplate hebben we. Dit is alle andere de helmpjes. Doen we zo. Doen we zo. Moet ook een beetje hier doen. Zo, hoppakee. En dan doen we deze op de lege plek. Zo. Hoppa, daar pakken we nu een broek, denk ik. Want een broek hebben we nog niet gehad. Zo. Doen we deze hier. 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 Even kijken. Sorry voor mijn toetsen, want als je dat hoort, maar ik kan er even niks aan doen. Oké, dan moeten we deze hier hangen. Oké, het ziet er al aardig een beetje door elkaar uit. Vinden jullie niet? Maar toch bijvoorbeeld hangen nog. Ik wil geen één setje. Ik moet er opletten dat het niet ineens online komt. Ik denk dat die gewoon op school zit. Oké, dan. Deze maken we makkelijk voor hem. Deze maken we makkelijk voor hem. Kijk. Dan doen we deze hier. Hij kan trouwens gewoon de video terugkijken als hij slim is. Als hij hem helemaal afkijkt voordat hij gereed is. Als hij gewoon helemaal terugkijkt, dan ziet hij gewoon wat we verwisseld hebben. Dus dat is waarschijnlijk wel een stuk makkelijker als hij gewoon de video terug. Ja, nee. Ik denk dat hij gewoon alles gaat pakken en gewoon terug gaat hangen. Want hij heeft bordjes eronder hangen. Dus hij kan het eigenlijk wel makkelijk terugpakken. Als hij gewoon alles eraf haalt. En dan gewoon terugpakken. Nou, daar kunnen we daar komen. Nee, dat kan niet. Dan doen we het maar even zo. Moet even wat schoenen verwisselen ook nog. Hij heeft wel echt goede zeldzame sets, moet ik zeggen. Want brownie pink is best zeldzaam. Tenminste, het is niet meer zo veel te krijgen. Even kijken, deze hier. Een beetje enchanted bij non-enchant doen. Even kijken, deze. Nog een mooie boots. Oké, deze kan nog. Hoppa. Dan moeten we deze weer daar terug hangen. Het is een beetje passen en meten.
Maar ik vind het wel grappig. Nou, ik denk dat we deze kamer wel genoeg alles door elkaar hebben gedaan. Ik weet niet of heeft hij echt een ziek grote kelder. Dat is wel echt een nice kelder. Oh, hier heeft hij nog meer. Want dit, oh, dit is al door elkaar, dus het heeft geen zin. Nou, er staat een spel op. Daar kunnen we niet bij. Even kijken. Ja, hier heeft hij die grote kelder van hem. Maar hier is geen kleding meer. Ah, ik wist gewoon dat hier iets zat, joh. Hoe kon het ook anders? Hoe kon het ook anders dan zo'n groot poster? Nee, hier hangt geen kleding meer. Even kijken. Nee. Hier hangt geen kleding meer. Dan moeten we... Gaan we hier naar boven? Ja, hier gaan we naar boven. In ieder geval, boven hangt nog kleding. Dus dat kunnen we ook even verwisselen. En ik hoop echt dat hij een video maakt. Wacht, ik weet wat. Ik ga hem sturen. Ik ga hem op Skype sturen. Voordat je op... Ik stuur hem zo naar hem. Voordat je inlogt op Mindtopia, zet je video, zet je record aan en ga naar Sunnyville, of naar Mindtopia huis toe. Dan maakt hij waarschijnlijk een video ervan dat hij hier aankomt en zijn reactie gaat. Ja, dat ga ik doen. Want hij weet, dat dan, ja, ik weet niet, of ligt eraan of hij de video al gezien heeft trouwens. Nou ja, hij is waarschijnlijk eerder thuis dan dat ik de video, heb geüpload. Dus waarschijnlijk kan hij dan nog reactie geven dat hij de video ziet. Dus ik denk, ik stuur gewoon naam op Skype. Voordat je inlogt op Mindtopia. Is hier nog iets? Nee. Voordat je inlogt op Mindtopia. Zet je record aan. En loop naar je huis in Mindtopia. Uptown. Dat ga ik tegen hem zeggen. Nou, deze doen we zo. Dit valt eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, dat is ook wel grappig. Hangt dat daar dadelijk 6 jaar. Nou, dan pakken we deze even. Dan gaan we die even naar boven verwisselen. Even kijken. Zo, mooi hier. Doen we er eentje hier. Zo. Zo, hop. Even kijken, moeten we deze onder nu weer neerleggen. Even kijken, zo, hop. Chestplateje verwisselen. Oh, hij gaat echt gek worden, denk ik. Dit duurt wel 10 minuutjes, 12, 13, 14, 15, 16 minuten om terug te hangen. Als het niet meer is. Ik doe met deze met hier. Oh, jongen. Kijk hoeveel werk het al is om te verhangen. Laat staan om alles weer goed te zetten, mensen. Hij gaat echt gek worden. We moeten even het hoekje weer eventjes zo een beetje minder roze maken hier. Oké, dit ziet er wel goed uit. Ik vind het echt grappig, maar wat een rotwerk gaat hij hebben. Houden we deze even makkelijk voor hem. Wat is dit? Lily. Oh, dit is geen setje. Kan je... Nee, kan ik niet het dak op. Nee, kan niet. Oké, dan hebben we denk ik wel alles een beetje verwisseld. Zo nog eventjes, ja nee, deze moet ik nog even verwisselen met onder eentje. Met deze. Zo. In ieder geval, even kijken, dan hebben we dit mooi verwisseld. En dan ga ik dat zo meteen even naar mijn Skype sturen. Want ik wil echt zien zijn reactie. Als hij echt gaat opnemen en dan hier komt, dan ook extra reactie. Dat lijkt me echt kapot grappig. Dus een linkje van zijn kanaal in de beschrijving. Ik hoop dat hij het kan waarderen. Als hij het niet kan waarderen, sta ik waarschijnlijk binnenkort aan het plot. En word ik binnenkort denk ik een keer geprankt. Maar ja, we zullen het zien. In ieder geval, ik denk dat we nu alles goed hebben gedaan. We gaan onderweg even een keer kijken hoe het eruit ziet. En dan gaan we zo meteen even de giveaway uitslag pakket maken. Kijk, het is wel echt ziek groot deze kelder, man. Maar ja, het is ook uptown. Dus er zit ook genoeg in de grond, zo zeg, dat je kan plaatsen. Oh my god, ik zou gek worden, jongen, als ik hier binnenkwam, jongen. En iemand had het bij mij gedaan. Maar ja, dit is... Dus, wacht, even kijken. Ja, dit ziet er wel. Daar kan er niet bij. En voor de rest zit alles wel mooi door elkaar, zie ik. Nou, in ieder geval, mensen, daar komt de giveaway-uitslag. Ik heb het op een Twitter random retweet-picker gedaan. Dus iemand die de tweet had geretweet, die heeft dus gewonnen. Jullie zien waarschijnlijk in het volgende stukje in de video wie er heeft gewonnen. Want ik moet het natuurlijk apart opnemen op het internet. Dus jullie gaan nu het stukje zien. Nou mensen, in ieder geval gefeliciteerd voor degene die heeft gewonnen.
Ik weet het natuurlijk nog niet. Ja, gefeliciteerd. Stuur mij een DM op Twitter. En als hij niet reageert, degene die heeft gewonnen. Dus jullie zo net een beeld hebben gezien bij de random retweet picker. Degene die heeft gewonnen, DM mij op Twitter. Want jij hebt ook geretweet, dus dan zou je me vast wel een DM kunnen sturen. Als hij niet reageert binnen een weekje, dan doen we hem gewoon opnieuw weggeven. Dus dan geef hem opnieuw een andere kijker weg. Dus reageer snel als je hem als vriend kent of ja, of zo. Dan ja, stuur hem even een berichtje dat hij het weet als hij het toch niet hebt gezien. Maar waarschijnlijk kijkt hij hem wel. In ieder geval mensen, ja, we hebben dus wel wat grappige dingen gedaan vandaag. In ieder geval check even je video's kanaal in de beschrijving. Als jullie, ik weet niet of zeker of hij dat gaat doen natuurlijk, een video maken als hij inlogt. Maar ik ga het hem sturen op Skype en hopelijk doet hij het. En dan in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Doe een like, vergeet zeker niet te abonneren. Binnenkort super toffe nieuwe series op het kanaal. We gaan weer zwaar actief uploaden, dus kom binnenkort weer goed. Dikke nieuwe series, echt super leuk. Ik heb dingen geregeld, willen jullie niet weten. In ieder geval, dat was het dan. Abonneer, like, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!